Het is niet voor het vaste onderdeel van Dree Peters en dit programma Banken met Dree. Dree, ik ken niet goed zijn, woosje ergens Thijs. Thijs ze binnen of buiten? Ja, het is eigenlijk een... ik vind het bijna binnen. Maar we staan in de tuin van de tuinzaal van de gemeente. En we gaan het even over hebben met René Milieu hebben over de lintjesregen. En over eigenlijk de ongeschingen die Romein allemaal leert. René is al aangeschoven op een bank hier in de tuin. René, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Rick. Ik weet dat jij wel dialect verstaat, praten doe je dit. Dat niet. Maar goed, wat heb je voor een mooie ding op je jas zitten? Dit is het speldje van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En ik probeer altijd in deze week al wat aandacht te schenken aan de dodenherdenking en aan het bevrijdingsfestival. Dat valt altijd samen. We hebben dus de Koninginnedag en een paar dagen later hebben we de bevrijding. Hè? Vroeger was het 30 april. Ja, vroeger was het 30 april. Dat was de verjaardag van Hare Majesteit toen Beatrix. En sinds onze koning Willem-Alexander is Koningsdag op 27 april. En de dag daaraan voorafgaand, op 26 april, hebben we in heel Nederland de lintjesregen. De koninklijke onderscheidingen die dan in heel Nederland uitgereikt worden. Ik weet uit mijn ervaring dat hij op de dag was van de koningin. Ja, vroeger was het op 30 april. Hè? Het was op 30 april, soms ook wel een paar dagen ervan tevoren. Maar er is een aantal jaren geleden toch een richtlijn gekomen van doe het op de dag voorafgaande aan Koningsdag. Op die dag, dit jaar dus op vrijdag 26 april, wordt om 1 uur ook alles in heel Nederland bekend gemaakt. Dus dat is eigenlijk de regel die we nu wel in heel het land wel een beetje volgen. Eerst nog embargo tot aanstaande... Zeker. Dat is embargo, vrijdagmiddag om 1 uur, dan wordt alles openbaar gemaakt. Ja, maar dan worden ook de eerste onderscheidingen gemaakt. Ik weet dat Roermond het nu doet in het stadhuis. We doen het ook in het stadhuis. De gedecoreerden worden op Koningsdag, 27 april, worden ze hier ontvangen in het stadhuis, in de Statenzaal. Maar dan hebben ze dus het lintje al ontvangen, de dag van tevoren. Dan is er een obade van de Koninklijke Harmonie, Roermond, op de markt bij goed weer. Dat hopen we natuurlijk altijd. En daarna gaan de gedecoreerden hier naar de tuinzaal. Worden ze nog een keer toegesproken door de burgemeester. En er is er een kleine oranje receptie. Waar ook alle gedecoreerden van de jaren voorafgaand ook voor uitgenodigd zijn. De mensen die de onderscheiding krijgen die thuis? Die ontvangen die onderscheiding. En dat zullen ze merken waar dat is. Oké, dat is ook een embargo op. Ja, we hebben die onderscheiding. Ik heb er toevallig twee bij me. Ja. Dit is dan... Dit is het lid, denk ik. Lid van de Orde van Oranje Nassau. Ja. Dat is de meest uitgereikte onderscheiding, zo'n 5000 per jaar in heel Nederland. Ja. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je dus geruime tijd je als vrijwilliger hebben ingezet voor de samenleving. Dat kan als bestuurslid van een vereniging, van een harmonie, van een fanfare, van een voetbalclub of van een koor. En je moet dat toch al geruime tijd hebben gedaan. En ook de tijdsinvestering is best wel intensief. We kijken meestal zo'n periode van 25 jaar terug. En dan moet je toch in een periode van 15 jaar, en zeker de laatste 5 jaar, toch zo'n 6 uur per week vrijwilligerswerk hebben gedaan. Dus dat is best wel intensief. En dit is dus de meest uitgereikte onderscheiding. En ik denk aan het doosje te zien dat dit zal de ridder zijn die je toen hebt gekregen, jaren later, nadat je eerst lid bent geworden. En meestal is dat een hoge onderscheiding. Die nu wordt uitgereikt wanneer je toch buiten Roermond ook je vrijwilligersactiviteiten hebt gedaan. Hè? Dus met een meer regionaal provinciale uitstraling. Dat is een beetje de lijn op dit moment. Dat was toen eigenlijk ook al, want je moest natuurlijk provinciaal ook actief zijn. En dat was natuurlijk ook zo. En ook met je bedrijf en zo te worden. Alles telde mee, hè? Ja, het is zo. Als je dus een aanvraag indient en voor de mensen die denken... Hey, ik ken iemand in mijn omgeving, in mijn bestuur... die in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding. We zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen voor Koningsdag 2020... het is zelfs zo dat aanvragen moeten voor 1 juni van dit jaar alweer bij ons binnen zijn. Een hele verwerkingsperiode gaat eraan vooraf. Mensen die denken, hey, ik ken iemand, laat ze even een mailtje sturen naar kabinet@roermond.nl.
Dan word je bij ons opgevangen door een team en dan leggen we uit wat de procedure is, hoe dat allemaal in zijn gang gaat. Ja, dat was vroeger toen ik nog jong was. Er werd altijd gezegd, het is alleen maar voor het betere volk. En dat leek er ook heel vaak op. Ja. Maar ik moet zeggen, de laatste 15 jaar, 20 jaar heb ik ook mensen die gewoon in het Roermondse Veld op de camp. En de mensen thuis moeten wel weten dat zij ook in ieder geval die kruiwagen kunnen zijn. Ja. Om te kunnen komen tot die koninklijke onderscheiding voor die mensen die zij vinden dat die verdient. Er moet in je omgeving iemand zijn die denkt van, hey, die verdient een koninklijke onderscheiding. Dus je hebt inderdaad mensen in de omgeving van die mensen moeten een aanvraag indienen. En wat je ook zegt, de mooiste onderscheidingen vind ik zelf ook altijd. We hebben bijvoorbeeld iemand gehad die het oud papier ophaalde voor de voetbalclub SVC. Ja. Dat deed hij al jaren. Ik denk dat hij 100.000 tonnen papier heeft opgehaald. En op die manier ook een kleine sponsor was van de voetbalvereniging. Dat zijn hele leuke onderscheidingen om dan te mogen uitreiken. Ja, dat zijn ook leuke dingen. Maar ja, die deden natuurlijk naast het papier natuurlijk nog wel wat dingen. Ja, dat... ik ken hem toevallig en ik vond het geweldig. Maar ik vond het wel geweldig. Ja. En dat hoort er ook bij dan. Ja, dat zie je ook vaak. Vaak zijn het combinaties. Iemand is lid van een bestuur. Maar daarnaast doet hij ook nog vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis. Of is ook nog lid van een ander bestuur. Combinaties van... Hij is in dienst van de gemeenschap. Ja, echt in dienst van de gemeenschap. Ja. Nou René, nou heeft de gemeente Roermond nog zelf een paar onderscheidingen. Weet je, er zo een paar die... Naast de koninklijke onderscheiding hebben we ook gemeentelijke onderscheidingen. Die heeft de gemeenteraad ook in een verordening, in de regels vastgelegd. De hoogste onderscheiding is de ereburger. Wanneer je echt verdienstelijk hebt gemaakt voor de stad. We hebben sinds een paar jaar ook de erespeld van de stad Roermond. Dat is meer van als je uit beroepsmatige je hebt ingezet voor Roermond. Denk bijvoorbeeld aan de general manager van het Designer Outlet Center, de heer Bouwens, die afscheid nam. Die heeft toen de erespeld gekregen. Maar ook voor vrijwilligers kennen we een eigen gemeentelijke onderscheiding. Dat is de Christoffel. Ja, voor mensen die zich ook vrijwillig hebben ingezet voor de stad. En voor de iets wat jongeren hebben we de Kanjer van Roermond. En dat is tot 18 jaar. En dat zijn jongeren die zich, die Roermond ook op de kaart hebben gezet. Desiree Franke, onze Paralympische speelster. Die in Londen, ik dacht, een bronzen medaille toen heeft gehaald bij de Paralympics. Die heeft toen de Kanjer gekregen. En ook daarvoor geldt, als er mensen zijn die denken van, hey, dat is iemand die daarvoor in aanmerking komt. Laat ze contact met ons opnemen, kabinet@roermond.nl. En wij komen in contact met die mensen. Dan gaan we door. Met jongeren is het nou al moeilijk. Hè? Ik heb zelf ook eens gekeken wie zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Ja. Maar dat is een moeilijke tak van sport, zou ik bijna zeggen. Ja. Maar het hoeft niet alleen sport, het kan ook cultuur zijn. Zeker, het hoeft niet alleen sport te zijn. Het kan op allerlei gebieden. Ja. En dan hebben wij nog de wijk- en dorpse spelden. Ja, ook heel leuk. Ja. Daar hebben we als gemeente minder bemoeienis mee. Of eigenlijk helemaal niet. Hè. Dat laat ook helemaal over. Aan de wijkraden, de wijkvereniging, de Veldenaar, die jaarlijks wordt uitgevoerd. Het Zandmenke, de Zwalmenaar, de Nepomuk. Ja. Bijvoorbeeld, zijn allemaal onderscheidingen, wijkonderscheidingen, die door mensen in de wijk, door verenigingen in de wijk, worden uitgereikt aan mensen die zich echt hebben ingezet voor die wijk. En nogmaals, daar hebben wij als gemeente geen bemoeienis mee. Behouden ze dan, als er wel eens gevraagd wordt aan een lid van het college, wil je bij de uitreiking zijn? Nou, dan doen we dat natuurlijk. Ja. Nu hebben we die onderscheiding. En ja, er zijn van die mensen, een mooie onderscheiding. Als je die krijgt van de Nuurlof van de Veldmuus, dan is die van jou. Maar deze blijft altijd het bezit van de kanselarij. Ja, dat klopt. Dat is ook, het blijft bezit van de kanselarij. Dat klopt ook. Dat is ook altijd het punt van, als iemand komt overlijden, dan moet die onderscheiding ingeleverd worden. Of gekocht worden, betaald worden. Of je kunt een bedrag doneren waarmee je hem dus mag houden. Ja. Je snapt dat ik met twee kleinzonen natuurlijk een probleem heb. Dus ik zal die moeten kopen, denk ik. Ja. Wil je die graag hebben? Nee, maar dat kan ik me ook heel goed indenken. Dat kan ik me echt heel goed indenken. Ja. Goed, nog iets toe te voegen naar die burgers toe. Die zeggen nou... Nou, ik denk, als u iemand kent in uw omgeving die denkt van nou, die verdient een onderscheiding. Neem contact met ons op, kabinet@roermond.nl. Wij nemen dan contact met u op en dan gaan we kijken of zo iemand in aanmerking kan komen voor volgend jaar voor een mooie onderscheiding. En dat moet voor 1 juni? Voor volgend jaar is het al voor 1 juni 2019. Ja, dus je hebt het nou specifiek over een Roermondse situatie, maar ik neem aan dat in heel Limburg, Nederland, dezelfde regeling is. Dus ze moeten zich ook melden bij het kabinet van hun gemeente. Iemand uit de gemeente Maasgouw of uit de gemeente Leudal, die moeten zich melden bij hun gemeente. Ja, en niet in Maastricht, die van Maastricht niet rechtstreeks naar meneer Bovens gaan, want dat werkt niet. Nee, want dan komt de aanvraag toch weer terug bij ons. Ja, maar dat gaat toch via hier naar de provincie, of niet? Van ons gaat, de burgemeester geeft een advies uiteindelijk, nadat alles bekeken is.
Dan gaat het naar de provincie, naar de gouverneur. Die geeft een advies en dan vervolgens komt het bij het kapittel, zoals ze dat noemen, de kanselarij, de Nederlandse orde, in Den Haag. En die gaan daar echt over vergaderen en nemen een besluit. Ja. Echt ook heel, heel, heel indrukwekkend hoe het allemaal gaat. Ja, en dan gaat het ook nog eens een keer naar het ministerie. Hè, en daar moet ook nog een handtekening in worden gezet. En ook onze koning die zet een handtekening. Dus dat is toch wel een hele bijzondere onderscheiding, hoor. Ja, want je krijgt er een oorkonde bij. En daar staat de handtekening van de koning op. Van de koning of van het desbetreffende ministerie. Dat, okay. Ja. Geweldig zeg. Ja. Oké, okay, nou, dit zijn voor de mensen thuis die denken, goh, ik heb iemand in de buurt of om, in mijn omgeving of een familielid waarvan ik vind dat die al lang een koninklijke onderscheiding aan moet hebben. Meld je bij het kabinet van uw gemeente, waar u ook woont, en dan komt het, gaat dit allemaal in gang zijn. En ik heb begrepen voor 1 juni, want wij zijn nu al met onderscheidingen bezig voor het volgend jaar. Dus. Dat was het eigenlijk van hoe die stad te hoe zich hebben het even gedaan in een algemeen beschaafd Nederland. Omdat René is natuurlijk een algemeen beschaafde Nederlander. En ik ben een gewone Romeinenaar. En we doen dit programma normaal in plat dialect. En dan zeg je weer, als je wilt weten, wat we hebben op TV11, kijk naar TV11, want dan zie je zelf. Kanaal 46, je weet het. Voorzien dus weer, volgende week.